Zo, eigenlijk is de backing track van Radioactive zo ver af dat je hem kan gebruiken om mee te zingen. Maar we gaan er nog wat details aan toevoegen. En net als bij een taart zijn het de details die hem uiteindelijk heel mooi maken. We gaan weer naar Radioactive. En wat we nu gaan toevoegen is de melodie van de intro. Ze zingen dan... Dat gaan we inspelen. Ik pak daarvoor een synthesizer geluid. Ik druk op het plusje en dan kan ik bij de instrumenten kiezen voor een keyboard. En dan, waar staat grand piano? Daar kies ik dan voor de pads. En daar kies ik voor warming waves. Het geluid van deze synthesizer klinkt als volgt. Heel mooi. Nu zie je hier een knop zitten waarmee je instellingen kan maken. Op dit moment is hij zo dat als hij zegt iets over wat er gebeurt als je van de, over de toetsen wrijft. Zet nu op glissando. Eigenlijk doet hij dan wat je zou verwachten. Je kunt hem ook zetten op scroll en daarmee kun je het keyboard opschuiven. In dit geval wel handig, want ik wil deze noot hebben om te beginnen en deze om te eindigen. Dan heb je dus nog een derde mogelijkheid en dat is pitch. Als je dan met de toets gaat schuiven, krijg je... En dat hebben we nodig in de intro. Want de intro eindigt met een sirene en de sirene geeft het signaal veilig. Het signaal veilig is van laag naar hoog en dan op de hoge toon blijven. Als er een aanval is en je moet naar de schuilkelder, dan doet hij omhoog en weer omlaag en omhoog en dan weer een laag. Gelukkig horen we dat geluid nooit en horen wij op de eerste maandag van de maand het zijn veilig. En dat hebben we ook nodig in dit nummer. Nou, wat wordt er verder gespeeld? Eigenlijk drie tonen. De A en de B en de G in dit ritme. Eén, twee, drie, vier... 1, 2, 3, 4. En dan, dat doe je drie keer. En de vierde keer start je op die A. En ga je naar die hoge A toe. Dit is op de echte intro. En daar spelen we het ook op in. Op het gedeelte B. Mooi. We gaan naar gedeelte B toe. En daar gaan we even met het pijltje naar de eerste maat van B. Dan gaan we het op inspelen. Oké, even luisteren hoe het gelukt is. We zullen meteen even kwantiseren op... volgens mij kwam nu op de kwartnoot is de kortste. Prima. En dan, als dat geweest is, is de inzet van de zang. Klaar, opslaan, goed gedaan.